Goedenavond, hartelijk welkom bij deze livestream over frontotemporale dementie, kort gezegd FTD. Mijn naam is Laurens Walhout en ik zal deze avond begeleiden. Er zijn van tevoren heel veel vragen binnengekomen, waarvoor onze hartelijke dank. Ook waren een aantal vragen bij die vrij persoonlijk waren met eigen medische informatie. Deze vragen kunnen wij helaas in deze livestream niet behandelen. Het verzoek is dat u dergelijke persoonlijke vragen met uw eigen behandelaar bespreekt. Aan het einde van deze livestream zullen we de vragen die vooraf zijn ingestuurd zoveel mogelijk proberen te behandelen. En de drie sprekers van deze avond zullen deze vragen gaan beantwoorden. Ik zal ze aan u voorstellen. Allereerst professor Dr. John van Zwieten. Hij is neuroloog in het Erasmus MC en hoogleraar genetica van dementie. Daarnaast Dr. Harro Selaar. En hij is neuroloog in het Erasmus MC. En vervolgens hebben we als spreker Dr. Janne Papma. En zij is assistent, professor en universitair docent. Fijn dat jullie er zijn. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook live vragen stellen. Dat kan via de Q&A-functie van Zoom. U kunt uw vraag daar intypen, vervolgens submitten. En wij zullen proberen zoveel mogelijk van de live vragen ook tijdens deze livestream aan bod te laten komen. Voordat we naar de sprekers van vanavond gaan, wil ik eerst graag het woord geven aan Leonore Tuit. Zij is directeur van de Erasmus MC Foundation. Laurens, dankjewel. Dames en heren, welkom namens mijn collega's van de Erasmus MC Foundation en namens de collega's van het Alzheimer Centrum van het Erasmus MC. Heel hartelijk welkom bij deze livestream. Heel fijn dat u kijkt en heel belangrijk ook dat u kijkt. We gaan vertellen over onderzoek dat mede dankzij uw steun tot stand is gekomen. Uw steun in financiële zin, omdat u een donatie gedaan heeft voor dit onderzoek, maar ook omdat u mogelijk bij heeft gedragen aan het onderzoek. En weet dat dit ontzettend belangrijk is, ontzettend waardevol is en dat wij daar u ongelooflijk dankbaar voor zijn. Ik hoop dat het een hele leerzame avond wordt. Ik zou niet directeur van de fondsenwerving zijn als ik nu ook nog zou vertellen dat de komende maanden gaan wij veel aandacht besteden aan fondsenwerving voor dementieonderzoek. Met als apotheose, en dat vinden wij zelf, is op zaterdag 18 december rondje Erasmus. We hebben een wandeling van 6,5 kilometer om het Erasmus MC heen, waarbij we stilstaan bij dementie, waarbij we proberen om zoveel mogelijk geld op te halen voor dementieonderzoek in het Erasmus MC Alzheimer Centrum. En waarbij we u gaan vertellen over wie was nou Erasmus. We gaan u vertellen over hoe Rotterdam eruit ziet en wat voor bijzonderheden er te zien zijn. En vooral over dementie en over onderzoek. Het wordt echt een beleveniswandeling in het donker met de lichtpracht van Rotterdam. En vanzelfsprekend hopen we dat we u ook daar live mogen begroeten. Rest mij u een hele mooie en leerzame avond te wensen. En ik geef heel graag het woord weer terug aan Laurens. Fijne avond. Dankjewel, Leonore. Deze avond zullen we eerst luisteren naar drie presentaties van de sprekers. Tussendoor de presentaties zal ik een enkele vraag stellen. En na de drie presentaties is er nog ongeveer een kwartier de tijd om overige vragen te gaan stellen aan de sprekers. Graag geef ik het eerste het woord aan John. Geluisterd naar deze presentatie. En wat ik u wil vertellen is dat het onderzoek eigenlijk begonnen is 30 jaar geleden. In 1988 was ik neuroloog in opleidingen in Utrecht en kreeg ik op mijn spreekuur een patiënt waarvan de vrouw vertelde dat er wat vreemd gedrag was. Hij was beroepsfotograaf en haalde het filmrolletje uit de cassette om te kijken of het belicht was. Wat natuurlijk direct het geval was. Hij reed onoplettend over de snelweg en miste een afslag. Zijn vrouw meende dat er sprake was van dementie, omdat ook de vader aan dementie had geleden. De man maakte op mij een redelijk normale indruk, maar bij de cognitieve testen en de CT-scan werd duidelijk dat er toch wel afwijkingen waren die zouden passen bij een dementie. Dementie in die periode was een ziekte waar geen belangstelling voor was. En ik heb toen de diagnose samen met mijn supervisor de ziekte van Alzheimer gesteld. En de vrouw vroeg zich nog heel expliciet of het hier om een erfelijke vorm kon zijn. En ik verzekerde haar dat dit niet het geval was. 5 jaar later, in mijn onderzoek naar frontotemporale dementie, kwam ik mijn eigen medische brief tegen van deze patiënt met daarin de foutieve diagnose. Vanaf die tijd in ons onderzoek naar frontotemporale dementie
hebben wij over die jaren heen heel veel patiënten gezien. En de vraag was altijd, de eerste vraag was, is hier wel of geen sprake van dementie? En dat kon zich uiten in dysfunctioneren op het werk, in relationele conflicten of zelfs in de ziektewet. En dan was altijd de vraag ook, of is de vraag, is het hier nou een frontotemporale dementie of is het hier een Alzheimer? En vroeg of laat komt ook de vraag, is dit wel of niet erfelijk? En belangrijk is te weten dat wij nu weten dat slechts in een klein deel van de gevallen het erfelijk is. Wat we ook hebben gemerkt is dat de begeleiding van de patiënt, maar ook van de partner, ongelooflijk belangrijk is. Het systeem waarin de patiënt verder dement wordt, dat vereist dat partner en patiënt voldoende goed met elkaar om kunnen gaan en er een optimale conditie zijn om het zo lang mogelijk thuis vol te houden. Er zijn ook andere problemen. Wat moet je doen met het rijbewijs? Er zijn in de loop van het ziekteproces komen er nieuwe problemen, onrust, waarvoor vragen gesteld worden aan de dokter. Wat doe ik met onrust? Wat doe ik met nachtelijke wandelpartijen? En uiteindelijk komt ook de vraag naar dagbehandeling en opnames. Het is een complexe ziekte en er wordt heel veel komt op het bordje van de patiënt, maar vooral ook de zorgpartner. In het Alzheimercentrum, dat in 2011 is gesticht, proberen we zo goed mogelijk de diagnose te stellen. En we proberen uit te maken of het hier om een Alzheimer dan wel om een frontotemporale gaat. En we kijken naar de zorgbelasting. En dat doen we samen met een aantal andere afdelingen, zoals de geriatrie, maar de psychiatrie. En ook de afdeling neuropsychologie, de radiologie. En in sommige gevallen is het nodig om een ruggenprik te doen. Zoals u hier kan zien op deze foto. En daaronder ziet u een MRI-scan. En ik laat u zo nog andere MRI-scans zien. En wat ook nog kan, is een PET-scan waarbij je kijkt naar de activiteit van de hersenen. De volgende foto. Hier ziet u eventjes, de vraag is al gesteld vooraf, om de verschillende vormen van hersenverschrompeling te laten zien. Linksboven ziet u een normale scan. In het midden ziet u een patiënt waarbij aan de voorzijde, dat is wel belangrijk, aan de voorzijde zitten voorkwabben, aan de achterzijde zitten de achterkwabben. En wat u ziet als u het vergelijkt met de normale scan, dat alles wat ruimer is en dat de scan, dat de hersenen kleiner zijn. En ook bij de scan daarnaast is er sprake van een Alzheimer, maar zit het probleem meer naar achteren. De semantische dementie is een vorm van frontotemporale waarbij alleen aan de linkerkant of aan de rechterkant de temporaalkap ernstig verschrompeld is. Het hersenweefsel is weggevallen. En bij de klassieke frontotemporale ziet u dat aan de achterzijde het helemaal normaal is. En aan de voorzijde zie je dat alle hersenwindingen dunner zijn geworden en de ruimtes groter. En de vasculaire dementie, ook dat komen we soms tegen. Ook daar wordt soms gevraagd, is dit in frontotemporale, omdat de symptomen erop kunnen lijken. Maar dat ziet er op MRI-scan weer geheel anders uit. Wat hebben wij in al die 30 jaar geleerd? 30 jaar geleden wisten we eigenlijk dementie en verder wisten we niet. Nu weten we dat er verschillende vormen alleen al van frontotemporale dementie bestaan. Ik heb hier een gekleurde balk en aan de linkerkant van de balk ziet u het woord ALS staan. En ALS, dat hoort u wel eens in het nieuws, dat is een spierziekte. Aan de rechterkant staat de PSP en PSP is een vorm van Parkinsonisme. En daartussenin staan een aantal ziektebeelden zoals de semantische dementie of de niet vloeiende afasie of de echte klassieke frontotemporale. Wat wij ook weten is dat in 30% van de gevallen is het erfelijk en in de andere 70% niet. En dat gaat vaak om kleine families, zoals u hieronder ziet. Hè? Een of twee mensen, broers of zussen in één generatie. Maar we hebben ook families waarbij er vele mensen in één generatie de ziekte hebben. En dat is hier in blauw aangegeven. En de familie was zo groot dat ik de gezonde, wat zeker de helft is van de mensen, dat ik die even niet heb aangegeven. Kortom, we hebben ongelooflijk veel geleerd over de verschillende vormen van frontotemporale dementie. En dat doen we samen in samenwerking met andere Alzheimercentra in Nederland. In Amsterdam, in Nijmegen, Maastricht en tegenwoordig ook Groningen. En wat belangrijk is dat we dan kijken, wat kunnen we voor u betekenen, voor de patiënt betekenen, voor de partner.
Wat ook belangrijk is, is wat essentieel is, is de samenwerking internationaal. In 2008 hebben we het internationale congres over frontotemporale dementie in Rotterdam georganiseerd. En dat komt elke twee jaar terug. En die onderzoekers, die groep onderzoekers, die groeit alsmaar. We zijn begonnen met 20, 30 onderzoekers in de wereld. En we zitten nu op 600, 800 tot 1000 onderzoekers. Er gebeurt dus veel. Volgende dia. En wat wij zelf doen, en verscheidene van u die zijn daarbij betrokken, is een onderzoek. En het grappige is, de families zijn zelf met die vraag gekomen. Gezonde familieleden, kunnen wij iets doen om aan het onderzoek mee te doen? Nou, dat doen wij vanaf 2010. Gezonde kinderen van patiënten met een erfelijke vorm worden elke twee jaar onderzocht. En daar wordt onderzocht met vragenlijsten, met testen, met bloed, met MRI en soms zelfs met een ruggenprik. En wij maken deel uit van een Europees netwerk. En het is een ongelooflijk belangrijk netwerk waarin meer dan 1000 deelnemers zitten. En waarin echte belangrijke stappen worden gemaakt. En Arro Celaar zal straks vertellen dat wij een belangrijke bevinding hebben gedaan. Die start nu ook voor farmaceuten een belangrijke middel zijn om hun farmaceutische, om hun behandelingsstudie voor een behandeling te beginnen. En dan als laatste dia, de patiënt van nu en de patiënt van morgen. Het is belangrijk dat er een goede diagnose komt, want de dementie heeft zo'n grote impact op sociale en zo'n financiële situatie. En wat we hebben geleerd is dat er diverse vormen bestaan en we hebben geleerd de ziekte te voorspellen. En u uit een familie met een erfelijke dementie kan zelf kiezen of wel of geen genetische test. En wat ook heel belangrijk is, het is de mogelijkheid tegenwoordig om kinderen te krijgen waarvan je zeker weet dat ze geen kans maken op frontotemporale dementie. De eerste proefbehandelingen zijn gestart en voor mensen die heel veel angst hebben en zorgen rondom die dementie, hebben we gemerkt dat mindfulness erg heilzaam kan zijn. Wat moet nog beter? We moeten ons nog meer richten op patiënten en de familie. We moeten nog duidelijker kunnen maken hoe het ziekteproces verloopt, wat en wanneer iets nodig is voor de patiënt en de zorgdrager. En dat kan misschien via apps en websites of sociale media. Dat wilde ik u graag vertellen over ons onderzoek van de afgelopen 30 jaar. Hartelijk dank, John, voor deze presentatie. Er zijn ook al live vragen binnengekomen en voor iedereen de herinnering, u kunt live vragen stellen via de Q&A-functie van Zoom. De eerste vraag die binnen is gekomen luidt als volgt. Worden alle bekende gensoorten meegenomen in het onderzoek? Ja, tegenwoordig is het zo. We hebben drie genetische vormen. Dat zijn de belangrijkste vormen, maar er zijn nog enkele genetische oorzaken die wat minder voorkomen. Maar in de DNA-screening, zoals dat wordt gedaan, worden al die genetische oorzaken in één keer opgespoord of nagekeken. Oké, helder. Een volgende vraag. Waarom zijn de neuropsychologische testen die nu in het ziekenhuis worden afgenomen zo gericht op geheugenproblematiek? Bij FTD is juist het gedrag afwijkend en dit komt nu niet uit de test. Het gevolg is dat het hierdoor langer duurt voor een patiënt die de diagnose FTD krijgt. Ja, en dan is waarom er altijd naar het geheugen wordt gekeken, is omdat de ziekte van Alzheimer natuurlijk toch veel voorkomt. Dus je moet zeker weten dat er geen Alzheimer is. Wij als expertisecentrum in frontotemporale dementie kijken altijd direct verder. Dus ook al kijken we naar het geheugen, we kijken ook naar de andere cognitieve functies, zoals taal, planning en organisatie, sociale cognitie. Dus dat doen we dan. Oké, hartelijk dank. Zometeen meer vragen ook voor professor John van Swieten. Dan gaan we nu door naar de tweede presentatie en ik geef daarvoor heel graag het woord aan Harro. Dank u wel, Larens. Ik ben niet vanaf 1988 bezig met onderzoek, maar ik ben 15 jaar geleden gegrepen eigenlijk door het ziekte toen ik stage liep met John van Swieten. En nog steeds ben ik er elke dag mee bezig in mijn werk.
Ik ga het houden over de frontotemporale dementie en eigenlijk een deel van het onderzoek, maar ook over therapie, over medicatie. Nou, wil ik graag door. Ja. Ik ga even kort nog vertellen, uitleggen wat is erfelijk en wat is erfelijke frontotemporale dementie. De FTD-riskstudie, waar net aan gememoreerd is. Het medicijnonderzoek en waar gaan we ons op richten de komende jaren. Belangrijk is, wat is nou erfelijkheid en een erfelijke FTD? Dat komt door een fout in het gen. Je hebt het DNA, dan zeg ik je bibliotheek. Het RNA leest het af. En dan krijg je eiwit. En eiwit is wat zijn werking moet doen, in dit geval in het brein. En wat er dan kan gebeuren door een fout, een mutatie noemen we dat, in het DNA, komt er een probleem met het eiwit. Er wordt geen eiwit of te weinig eiwit gevormd, of een verkeerde functie, dus het kan giftig worden. En of het kan gewoon zijn normale functie niet meer goed uitvoeren. En we doen veel onderzoek naar frontotemporale dementie. We gaan vanavond hebben het met name over de erfelijke vorm. En daarvoor hebben we de FTD-riskstudie opgezet. Daar volgen we zowel patiënten, maar ook met name ook de familieleden van patiënten met een bekend genetisch defect. Dus het is al aangetoond. En omdat in het tekeningetje hier rechtsboven, in dit geval de vader ziek is, hebben kinderen 50% kans om ook de ziekte te krijgen. Wat doen we nou? De deelnemers komen tweejaarlijks hier op bezoek. En dan doen we bloedafname. Een deel ondergaat een ruggenprik. We doen neuropsychologisch onderzoek, dus heel veel testen en een MRI-scan. En inderdaad, we hebben al meer dan 200 deelnemers in het Erasmus MC. En 800 is inmiddels al na 1000 in Europees en Canadees verband. En wat ook wel belangrijk is, is dat de kennis die we bij erfelijke FTD opdoen, die wordt uiteindelijk ook vertaald naar de niet-erfelijke vorm van FTD. Het werd net al door John gememoreerd. Er zijn meerdere bevindingen, maar ik wil er eentje uitlichten. En dat is, dat heet neurofilament. Dat is een bepaalde waarde die met name eerst in het hersenvocht is onderzocht. Maar het blijkt ook dat je dat heel goed kan meten in bloed. En wat meet het nou? Het is eigenlijk een simpel gezegd eigenlijk hersenschade, zenuwcelverval. En het is heel goed dat dat nu in bloed gemeten kan worden, want dat maakt het allemaal een stuk makkelijker in plaats van een invasieve ruggenprik. En wat we zien, is hier linksonder, ik hoop dat jullie mijn pijl ook thuis zien, is dat normaal gesproken blijft dat gelijk. Die waarde gaat iets omhoog met de leeftijd. Bij mensen die weten, die gendrager zijn, gaat het al iets sneller omhoog. En zodra rondom of net vlak voor, vlak daarna, als de klachten beginnen, dan komt er een duidelijke stijging. En dat vlakt dan weer af als mensen echt klachten krijgen. En hier, dit is een paar deelnemers, zie je inderdaad dat zo heel hard kan stijgen. Dus dat is voorspeld wanneer iemand ziek kan worden. Dan maken we gelijk de vertaalslag naar het medicijnonderzoek. Medicijnonderzoek, dat is er niet zomaar. Dat heeft een hele lange aanloop nodig. En dat heeft ook, daar zit heel veel wetenschappelijk onderzoek in, van onderzoekers van over de hele wereld. En daar gaan ook farmaceuten, die gaan met die kennis potentiële medicijnen maken. En dat is onderverdeeld in verschillende fasen. Maar goed om te beseffen is dat het de fase 1, dus dat je het gaat testen bij mensen, dat wordt heel vaak al niet gehaald. In fase 1, daar kom ik namelijk zo op terug, wordt gekeken met name naar veiligheid. In fase 2 ga ik al kijken of er enig effect is in een kleine groep. En in fase 3 ga ik kijken in een grotere groep patiënten. En dan vergelijk je met bijvoorbeeld een nepmedicijn, een placebo. En in fase 4 dan komt het medicijn echt op de markt. Nou, waar staan we dan nu? Ook in het kader van medicijnonderzoek. Er is op dit moment geen medicijn voor frontotemporale dementie. Ook niet iets wat remt. Er is gewoon geen medicijn. En op dit moment wordt er wel onderzoek gedaan naar medicijnen. En dat is met name bij erfelijke FTD en bij mensen die ook aangetoond een erfelijke fout hebben in hun DNA.
Een van de onderzoeken die nu sinds 2019 loopt, dat is het bedrijf heet Alector. Dat is een fase 2 onderzoek, dus dan wordt het getest bij patiënten in een kleine groep. En dat is een medicijn dat wordt via infuus 1 keer per maand toegediend. Daar laat ik zo wat resultaten zien. Daar worden geen nieuwe deelnemers meer geïncludeerd. En we gaan straks verder met een fase 3. Dus dan gaan we naar een grotere groep deelnemers. Er is ook een andere erfelijke vorm, C9OR72. Dat is eigenlijk de meest voorkomende erfelijke vorm van frontotemporale dementie, maar ook van AOS. Daar loopt op dit moment ook een studie hier in het Erasmus met hetzelfde medicijn als dat voor wat ik net beschreef bij progranuline. En daar gaan we ook, als het goed is, in het najaar of begin volgend jaar starten met een specifiek medicijn tegen dat C9OR72. En dat wordt middels een ruggenprik toegediend. Ja, hoe werkt het nou? Nou, daar kunnen we lang over praten. De korte versie is dat het progranuline-eiwit, dat hebben we allemaal. En wat er gebeurt is bij mensen die zo'n erfelijke fout hebben, dan heb je eigenlijk ongeveer de helft of minder van dat eiwit in je lichaam. En dat kun je meten met een ruggenprik of in het bloed. En het medicijn zorgt ervoor dat eigenlijk het progranuline niet wordt afgebroken. Dus zodat het eiwit langer in het systeem blijft. Dat hebben ze dus. We zitten dus inmiddels in fase 3. En wat blijkt na het fase 2 onderzoek is, is dat wat er gebeurt. Dit is het niveau van het eiwit. En als hier wordt er medicijn toegediend en je ziet gelijk dat dat omhoog gaat. Dat is al binnen 10 dagen zie je dat verschijnen. En als je elke maand infuus krijgt, dan blijft dat ook zo. Blijft dat ook op dat niveau hangen. Er wordt ook gekeken, waar ik net over had, is dat neurofilament, hè, die bloedwaarde van die een schade aangeeft. En er lijkt voorzichtig aan over de tijd, dit is pas nog na 80 dagen, is er een trend zichtbaar dat die waarde ook omlaag gaat van de schade. Dit zijn hele voorlopige cijfers en het is vooral belangrijk, want worden ook niet alleen de bloedwaarden er beter van, maar worden ook natuurlijk de patiënten er beter van, of gaan ze in ieder geval niet achteruit, want dat zou al een hele grote winst zijn. Hoe gaan we nu verder met het onderzoek? Er komt dus nu een fase 3, dus dat het in een grotere groep wordt getest. En dan wordt het ook vergeleken met placebo, dus met een nepmedicijn. En wie kunnen daar nu aan meedoen? Dat zijn dus patiënten die bewezen zo'n mutatie hebben. Maar, en dat is dus nieuw, en voor ons ook nieuw, dat zijn mensen die zijn al getest, die weten dat ze drager zijn, maar die hebben geen klachten nog. Maar kan iedereen eraan meedoen? Nee, eerst moet die neurofilament, dat moet omhoog gegaan zijn voordat je mee kan doen. Zodat dat als een eerste teken is dat wel de ziekte begint. Want je kunt je voorstellen, als je 30 bent en je bent al getest, dan kan het nog heel lang duren voordat iemand ziek wordt. En dan zou je 30, 40 jaar elke maand infuus moeten krijgen. En dat is nog niet bewezen effectief. Bij die studie gaan 2 op de 3 deelnemers krijgen het medicijn en 1 op de 3 krijgt het nepmedicijn. 1 keer per maand en dat is 2 jaar lang. Nou, hoe staan we dus nu bij andere erfelijke vormen? C9ORF, dat is een andere erfelijke vorm. Daar hopen we eind van het jaar te starten. Dat is alleen voor patiënten, dus niet voor mensen zonder klachten. Alleen patiënten met FTD en of AOS. Want sommige patiënten hebben en FTD en AOS tegelijk. En die krijgen dan een medicatie middels een ruggenprik. En dat is ook 1 keer per maand. En dat is eerst 6 maanden. Dat is nog een fase 1 onderzoek. Dus kijken of het veilig is. En als dat veilig is, dan gaat dat door in fase 2. En wat zie je dan? Dan wordt in mensen getest. Het is in muizen getest. En dan zie je dat dit zijn eigenlijk een soort giftige eiwitten. Dat door dat medicijn sterk daalt. Waar gaan we ons nou op richten de komende jaren? We gaan ons richten op, dat heet de biomarkers. Kunnen we bepaalde waarden in het bloed, hersenvocht, MRI-scans, PET-scans vinden om een betere diagnose te stellen, maar ook de allereerste veranderingen op te sporen. We gaan op zoek naar nieuwe eiwitten. We gaan nieuwe technieken weer gebruiken, ook voor MRI-scans. We gaan een nieuw soort PET-scans gebruiken om te kijken naar de ontstekingsreactie in de hersenen. Een TDP-PET, dat is een bepaald eiwit dat voorkomt bij FTD, of een tau-PET.
En wat we ook al jaren doen, is hersenonderzoek. Dat patiënten hun hersenen doneren voor de wetenschap in samenwerking met de Nederlandse Hersenbank. Heel belangrijk onderzoek. Want zo kunnen we kijken van ja, welke eiwitten dragen bij aan de ziekte. Wat voor erfelijke factoren dragen bij. En wij gaan ons ook met name richten op de rol van ontstekingen bij frontotemporale dementie. En wat loopt er nu? Nou, wat ik net al heb gezegd, hè, de FTD-risk-studie, dus een bewezen erfelijke vorm. En ook voor hun familieleden die 50% kans maken. Maar ook mensen met een niet-erfelijke vorm. Daar volgen we de patiënten. En die zien we hier gewoon op de polykliniek. En die doen eigenlijk dan ook vaak mee aan het wetenschappelijk onderzoek. Met als doel ook het verbeteren van de diagnose. Eerdere diagnose, zoals net al een vraag was, hè, neuropsychologische testen verbeteren. En ook onze kennis die we opdoen aan neurologen, geriaters in het land te vertellen, zodat iedereen bekend wordt met de ziekte. En we willen ons meer gaan richten op de zorg naar de diagnose, maar daar zal Janne Papma zo meer over vertellen. Daar wou ik het bij laten. Hartelijk dank. Er zijn ook alweer live vragen binnengekomen voor dokter Celaar. Zijn er ook mensen die wel gendrager zijn, maar uiteindelijk geen FTD krijgen? Zo ja, is dat te voorspellen? Dat is een hele goede vraag. Wat we in principe zeggen is dat wat het heel moeilijk maakt, en dat is ook deel van ons onderzoek, is als je gendrager hebt, dan is vroeg of laat krijg je de ziekte. De vraag is wanneer. Hè? Dus sommige mensen zijn in de 40, bij wijze van spreken, maar sommige zijn 80. En dat kunnen we dus nog niet voorspellen. Waarom? Er is heel grote variatie binnen familie. Dus ja, als je 80 wordt, heb je natuurlijk ook een hele grotere kans om aan een andere aandoening te overlijden. Dus in principe ja, hè, dat is je krijgt het, maar goed, wanneer, dat weten we niet. Dat kunnen we nog niet goed voorspellen. Oké, duidelijk. Een volgende vraag. Wat is de verhouding in aantal tussen erfelijke en niet-erfelijke FTD? En is de erfelijkheid eenvoudig te bepalen? Ja, we denken ongeveer dat ongeveer 30% erfelijk is. En 70% niet erfelijk, zover we weten. Kunnen we testen? Dat is met een bloedtest. Dan kan je een DNA-test. En dan kijken we naar de genen die zijn betrokken bij die de ziekte FTD kunnen veroorzaken. We weten de meeste genen, nog niet alle genen. Er zijn nog mensen waarvan we denken het is een erfelijke vorm, maar we weten het nog niet. We kunnen het nog niet vinden, maar dat is echt een minderheid. Dus bij de erfelijke vorm kunnen we het goed onderzoeken. Oké, dankjewel. Dan nog één laatste vraag voordat we naar de volgende presentatie gaan. Medicijnen lijken te zijn voor de mensen die ziek zijn. Worden er ook medicijnen getest voor dragers om de ziekte te voorkomen? Ja, dat is dat klopt. Het wordt eerst in patiënten gedaan om toch te kijken, kunnen we het daar remmen? Het is natuurlijk heel moeilijk om... Kijk, bij een patiënt zie je dat iemand ziek is en wat het effect is van medicijnen. Als iemand nog gezond is, is het heel moeilijk te meten wat is nou het effect van het medicijn. Want als je nu geen klachten hebt, ja, dan kan het ook zijn dat je over een jaar geen klachten hebt. Maar daarom gaan we dus dat medicijnonderzoek doen bij dat is dus wel bij gezonde mensen die het gen dragen. Maar omdat we dan die bloedwaarde bepalen, als dat verhoogd is, is dat wel een teken dat er iets begint. Dus dan denken we dat dat het juiste moment is om ook met medicijnonderzoek te beginnen. Oké, dankjewel. Dan geef ik nu heel graag het woord aan Janne. Dankjewel, Laurens. Ik ga het vanavond kort met u hebben over hetgene wat John van Swieten ook al zei. Dat wij ons meer moeten gaan focussen op de patiënten en de mantelzorgers. En ik ga het met u dan ook hebben over een periode in de zorg waar eigenlijk heel weinig aandacht voor is. En dat is de periode direct aansluitend aan de diagnose. Ik ben senior onderzoeker in het Alzheimer Centrum. En ik doe onderzoek. Met mijn onderzoek wil ik graag de diagnostiek en de zorg na de diagnose beter op de persoon met dementie aan laten sluiten. En dat betekent dat ik echt op zoek ben naar hoe kun je nou zorg aan laten sluiten op persoonskenmerken. Bijvoorbeeld leeftijd. We weten allemaal dat dementie op jonge leeftijd iets heel anders betekent voor mensen zelf en hun mantelzorg dan dementie op oudere leeftijd. Maar bijvoorbeeld ook specifieke diagnoses zoals frontotemporale dementie, wat er op een heel andere manier zich uit dan een primair progressieve afasie bijvoorbeeld. Nou, dat zijn de twee vormen waar ik me vanavond op ga richten.
En wat die twee vormen ook gemeen hebben, is dat ze vaak, dat er vaak een intensief traject van diagnostiek aan vooraf gaat. Het kan zijn dat mensen verwezen zijn, een verkeerde verwezing kregen, omdat er eerst gedacht werd aan iets anders, zoals bijvoorbeeld een burn-out of relatieproblemen. Mensen worden dan nogmaals verwezen en komen pas vaak na een bepaald traject op de goede plek bij de geheugenpolykliniek. En daar wordt dan een diagnose dementie gesteld. Het intensieve traject van diagnostiek wordt dan vaak opgevolgd door een periode waarin eigenlijk helemaal maar heel weinig informatie en heel weinig zorg en heel weinig ondersteuning wordt geboden. En wat wel belangrijk is om te zeggen, is dat dat per gebied ook weer anders kan zijn, hè? Omdat de zorg in Nederland heel erg per regio is ingericht. Dus sommige regio's hebben dit anders gericht. Maar we horen vaak terug dat er eigenlijk een soort van gat na de diagnose valt. En op zich is dat ook prima voor veel mensen. Mensen geven aan na de diagnose, we kijken het even aan. We kijken even aan hoe het gaat lopen. We hebben eventjes genoeg gehad. We hebben een diagnose gehad en we kijken nu even aan hoe het loopt. Maar we ook geven ze aan dat ze wel graag pas een informatie zouden willen hebben. En dat ze eigenlijk minder makkelijk kunnen vinden. Bijvoorbeeld bij Alzheimer Nederland kunnen ze het niet goed vinden. Er zijn verschillende plekken, het is echt een beetje verspreid. En dit waren redenen dat wij een onderzoek zijn gestart 2 jaar geleden. En dat was het project Diagnose en Dan. Dat was een samenwerking met het Verwij-Jonker Instituut en samen met het Alzheimer Centrum in Amsterdam. En het werd gesubsidieerd door ZonMW. En wat wij wilden kijken is specifiek bij mensen met een zeldzamere vorm van dementie, zoals bijvoorbeeld FTD of PPA. Wat is nou bij deze specifieke vormen, wat is nou de informatie en ondersteuningsbehoefte direct na de diagnose en een jaar later? Omdat er bekend is dat mensen dus niet zo goed geschikte informatie kunnen vinden, maar ook dat zorgverleners niet goed weten wat de diagnose inhoudt en hoe ermee om te gaan. Dus verhalen die we ook terugkrijgen is van case managers of huisartsen die bijvoorbeeld niet goed weten wat FTD inhoudt. Maar ook PPA-patiënten die naar een logopedist zijn verwezen. En die eigenlijk niet op de goede manier begeleid wordt, omdat zo'n logopedist veel meer ervaring heeft met beroertes bijvoorbeeld. Dit was de onderzoeksvraag en die hebben wij onderzocht middels kwalitatieve methoden. En kwalitatieve methoden draaien veel meer om de ervaring van mensen met dementie en de ervaringen van mantelzorgers. En dat zijn dan bijvoorbeeld interviews. En we hebben ook gevraagd aan mensen met FTD en PPA om een dagboek bij te houden met hun ervaringen over het vinden van informatie en ook over de geschikte zorg. En dingen waar ze tegenaan liepen. Nou, dan waren onze eerste uitkomsten, die gingen dan over die eerste periode. De periode direct na de diagnose. En dan bleek dat die in de eerste periode, zoals eerder ook al gezegd en wat wij ook vaak terughoorden, is dat mensen met FTD en PPA veel behoefte hebben aan informatie over het ziektebeeld. Dus bijvoorbeeld, hoe is het beloop van de ziekte? Wat voor symptomen passen nou eigenlijk bij het ziektebeeld en welke eigenlijk niet? En hoe moet je daarmee omgaan? En ook welke symptomen kunnen we nog meer verwachten? Maar zoals misschien ook wel te verwachten, is dat ook weer verschillend voor mensen die zelf de ziekte hebben, voor hun mantelzorgers of voor hun kinderen. Dus bijvoorbeeld, hier ziet u een reactie van een persoon met de PPA linksonder, die goed op het internet heeft gezocht, maar uiteindelijk ook gewoon bij zichzelf dacht, ik moet mezelf niet zo pesten. En hier rechts ziet u een voorbeeld van een partner van iemand met PPA, waarbij de kinderen ook echt vragen hadden als wat is het? Eigenlijk heb je alleen die term, die diagnose, en dan lees je wel wat. Je weet ook wel wat progressief inhoudt natuurlijk, primair progressieve afasie. Maar wat is dan dat tempo? Wat betekent dat progressief? Dat zijn dus zaken die mensen graag willen weten. En als je dan kijkt een jaar later, dus een jaar na de diagnose, dan is er veel meer behoefte aan informatie over beschikbare zorg en ondersteuning, maar ook praktische tips en tricks. En wat je dan ook wel terughoorde, is dat mensen dan het gevoel hadden dat ze alles alleen moesten uitzoeken. Een soort van, ik moet overal alleen doorgaan. Ik moet elke ervaring alleen dan doormaken. En dan wordt er dus ook wel gezegd dat lotgenotencontact heel erg prettig wordt gevonden. Juist omdat de omgeving, de mensen om je heen, maar ook de zorgverleners, gewoon veel minder bekend zijn met wat is nou eigenlijk FTD, wat is nou eigenlijk PPA en wat houdt het nou ook in voor het dagelijks leven.
Dus in deze studie hebben we bijvoorbeeld ook een aantal tips hebben we opgedaan van mensen die we interviewden. Linksonder is een tip die wij heel veel horen en die wij zelf ook vaak geven. En dat is die structuur. Die structuur die je goed in kunt aanbrengen in huis en in het leven. Dus in huis alles op een vaste plek en in het leven een vaste dagindeling. Dat helpt heel erg om overzicht te houden en voor rust. Nou, dit onderzoek dat hebben wij nu 2 jaar gedaan, maar het is nog niet helemaal af. Dus dit was eigenlijk een soort sneak preview. En wat er nog komt is een supportgids voor mensen met FTD en PPA, onder andere. En daarin komen dan tips te staan voor informatie en ondersteuning. FTD-lotgenoten is een veelgehoorde tip en ook een lotgenotenvereniging waar wij heel veel mee samen doen. Er zijn ook de FTD-lotgenoten dagen. Dat zijn hele mooie dagen waarin veel informatie wordt gegeven en waarin mensen elkaar ook kunnen ontmoeten. Maar een andere goede tip is de huisartsenbrochure voor FTD. Dus dat is een brochure die je kunt geven aan je eigen huisarts wanneer er gewoon weinig informatie is over FTD. En de onderste tip, dat is een persoonlijke tip van iemand die zorgt voor iemand met FTD. Die zei van ja, als ik dan wegga voor mijn werk, dan laat ik altijd een briefje achter met wat taken. Want anders merk ik dat mijn partner het heel lastig vindt om zelf tot dingen te komen. Nou, dit soort praktische tips zullen er zeker ook in komen staan. En het is een levend document waarin we graag ook andere tips van mensen met dementie of die zorgen voor iemand met dementie aan toe willen voegen. En dit was nog een van de opmerkingen die we kregen in deze studie. En dit is een hele belangrijke, dus daar kom ik straks nog even op terug. Maar dit is een opmerking waar iemand zegt dat het wel heel prettig zou zijn geweest als na het gesprek, waarin de definitieve diagnose was gesteld, ook nog een vervolgafspraak zou plaatsvinden. Dus 2 tot 4 weken later ongeveer, waarin nog meer details gegeven werden over de ziekte, over de toekomst. Op de dag van de diagnose is dat dan wat te vroeg, want je moet nog veel dingen verwerken. Maar een paar weken later is de diagnose dan geland. En dit is een hele logische vraag ook, omdat we weten dat van een gesprek met de arts, en vooral van een emotioneel gesprek waarin je een diagnose krijgt, maar 20-30% echt blijft hangen. Dus dit is iets wat zeker heel belangrijk is, dat je een aantal weken daarna, wanneer alles weer een beetje geland is, nogmaals het gesprek aangaat. Er is nog een ander onderzoek wat ik hier even kort wil belichten, omdat het ook belangrijk is voor hetgene waar ik naartoe ga. En dat is het onderzoek van Lizzie Boots en Marjolein de Vught. Dit is al een onderzoek uit 2015, waarbij ze onderzoek deden bij mantelzorgers die al langere tijd zorg verleenden aan iemand met dementie. Het probleem hierbij, wat hierbij gesteld werd, was dat het goed zou zijn om aan mantelzorgers vroeg al interventies en steun te kunnen geven, zodat het leven beter kan worden voor de persoon met dementie en de mantelzorg, en dat de mantelzorg het ook veel langer vol kan houden. Het was alleen zo dat interventies en steun misschien niet helemaal op de mantelzorger aansluiten. En daar ging dit onderzoek om. In dit onderzoek was de onderzoeksvraag: wat zijn nou de wensen en behoeften van mantelzorgers van mensen met dementie? En dan vooral gericht op hoe kunnen we hen wel ondersteunen met interventies en met zorg en met informatie. En de uitkomsten van dit onderzoek waren dat het heel belangrijk is om voor mantelzorgers om de situatie echt te accepteren zoals die is. Dat een belangrijke stap is om echt ook interventies of zorg toe te laten. Maar er zijn wel een aantal barrières daarvoor. En een van die barrières is dan bijvoorbeeld dan komen we weer terug op weinig kennis over de ziekte en symptomen. Maar ook weinig kennis over de ziekte in de omgeving. Dat allemaal niet bijdraagt aan acceptatie van de situatie. Maar ook mensen met dementie zelf die niet zeggen dat ze ziek zijn of hulp nodig hebben. En dat weten we van frontotemporale dementie en dan met name van de gedragsvariant. Dat er veel mensen van zichzelf zeggen dat ze niet ziek zijn, dat er met hen niks aan de hand is. En dat maakt het dus een stuk lastiger voor een mantelzorger om dan ook zorg en ondersteuning en interventies daarvoor in te schakelen. Nou, wat zijn dan facilitatoren? En daarmee bedoel ik dus dingen die daar wel aan bij kunnen dragen. Dat is dus goede informatie over de ziekte, zodat ook bijvoorbeeld blijkt dat sommige dingen helemaal niet expres zijn, maar dat dat gewoon symptomen zijn of dat dat iets is dat komt door de ziekte, dus dat die persoon dat zelf niet doet. Maar ook tijd voor jezelf hebben en tijd voor jezelf houden.
stilstaan bij de nieuwe extra rol die je krijgt als mantelzorg. Wat wij vragen terug horen is dat mantelzorgers zeggen, ja, ik vind het woord mantelzorg zo vervelend, want ja, ik ben nou eenmaal met iemand getrouwd en dan zeggen we in voor- en tegenspoed. Dus ja, ik ben helemaal geen mantelzorger, ik ben gewoon de partner. Maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Het is aan de ene kant natuurlijk wel waar, je bent getrouwd in voor- en tegenspoed. Het is wel, wel degelijk een extra rol die je op je neemt. Naast dat je partner van iemand bent, of iemands geliefde, ga je ook heel veel dingen extra doen in de zorg voor iemand. Dus dat is wel echt een extra rol die goed is om ja, van elkaar af te zetten. En daarnaast werden humor en grapjes ook veel genoemd als goede, ja, als dingen die mogelijk de acceptatie van de situatie makkelijker maken. Dus dit is allemaal uit de ervaringen van mensen met dementie zelf of van hun mantelzorgers zelf. Maar de belangrijkste uitkomst van dit onderzoek waar ik eigenlijk echt bij stil wil staan is een paradox. En dat is de early stage needs paradox. En dat wat er gevonden werd in het onderzoek is dat mensen die al langere tijd zorgen voor iemand met dementie, dat die nu terugkijken en nu achteraf aangeven, goh, ik had eigenlijk graag in een vroeg stadium had ik informatie en ondersteuning willen hebben, zodat ik het veel beter aankom nu. Terwijl mensen die dus net zorgen voor iemand met dementie het idee hebben van, nou, laat ons maar eventjes. Dus dat is een paradox. Dat spreekt elkaar tegen. Ik ben bijna klaar, want ik zie je al een beetje knikken. Als je kijkt in de internationale literatuur en als we dan kijken naar postdiagnostische zorg, dus echt zorg die zich richt op dat stadium na de diagnose, dan is er uit Schotland een heel erg mooi model. En in Schotland is het dus het uitgangspunt, iedereen heeft recht op deze zorg. En die zorg die bestaat dan uit 5 delen. Ik heb helaas maar 4 genoemd, maar het zijn er 5. En dat is inderdaad informatie over de ziekte en over het omgaan met de symptomen, wat er al een paar keer is teruggekomen in deze presentatie. Maar ook planning. Het plannen van toekomstige zorg. Als je jong bent, als je op jonge leeftijd een diagnose hebt, dan wil je graag ook zorg die daarbij aansluit. Dus bijvoorbeeld dagbesteding die daarbij aansluit. Maar ook planning van juridische zaken. Hoe ga je dingen laten regelen? Dus daar al over praten. En dat lotgenotencontact, wat ik eerder ook al noemde, dat heel erg belangrijk is. Nou, in Schotland is hier echt een model voor en proberen ze hier heel erg aan te werken. Dat is iets wat wij ook heel graag naar Nederland willen halen, uiteraard. En daar zijn we op dit moment mee bezig in het Alzheimercentrum. Dus om postdiagnostische zorg in het Alzheimercentrum beter in te richten. Ook echt een structuur te geven waarin allemaal van dit soort onderwerpen terugkomen. En ons uitgangspunt is dat een vroege diagnose kans dus is om meer informatie en ondersteuning te krijgen. En vooral voor FTD en PPA dan geldt dat het heel goed is om dat juist in de geheugenpolie te doen. Gezien de expertise daar en de kennis. En wat ook heel mooi is, is dat we dan dat heel erg mooi aan kunnen passen op de persoon met dementie. Omdat we al heel veel informatie hebben opgehaald tijdens dat diagnostische traject. Dus informatie bijvoorbeeld over hoe het gaat met die cognitie. Dat kunnen we dan teruggeven aan de persoon. Dus dit is hoe wij dat gat na de diagnose graag zouden willen opvullen. Dat was mijn verhaal. Hartelijk dank. Dankjewel, Janne, voor deze heldere presentatie. Er zijn heel veel vragen binnengekomen, waarvoor onze hartelijke dank. We gaan proberen er nu zoveel mogelijk te behandelen, maar helaas kunnen we ze niet allemaal beantwoorden. Een eerste vraag voor Janne nog. Is welke communicatiemogelijkheden zijn er wanneer praten en schrijven niet meer gaat? Ja, dankjewel. Dat is een goede vraag. Want inderdaad, het gaat allemaal achteruit. En wanneer dat dan niet meer mogelijk is, praten en schrijven, dan gaat het veel meer om het aanraken en om het samen zijn. Dus dan ben je veel meer met iemand bezig, lichamelijk. Een liefdevolle aanraking. En op die manier proberen dingen duidelijk te maken. Maar het is ontzettend lastig, zo'n voortschrijdend proces. Oké, dankjewel. Er is ook een vraag vooraf voor jou gesteld, Janne. Over de veranderingen in het gedrag na diagnose. Wat is de juiste behandeling die je dan vervolgens kunt bieden?
Ja, nou, dat is echt een hele goede vraag. En dat is ook heel belangrijk, want mensen in de thuissituatie, dat zijn de dingen waar het om gaat. Echt dat gedrag bijvoorbeeld, dat is echt heel belangrijk. Het is belangrijk om je te realiseren dat dat uit heel veel componenten bestaat. Dus de persoon met dementie, de mantelzorger, maar ook de omgeving waarin je bent. Dus er zijn heel veel verschillende componenten aan het gedrag. En dan speelt ook de dementie nog mee, waardoor je bijvoorbeeld of niet meer zo goed je kunt uiten, zoals bij primair progressieve afasie, dat je het niet meer zo goed kunt zeggen, dus dat het eerder frustratie oplevert. Dus er zijn heel veel verschillende componenten waar je allemaal naar moet kijken. Dus ik heb niet een hapklaar antwoord. Mijn antwoord is dat we per persoon echt gaan kijken van in wat voor situatie komt het voor? En hoe reageert iemand daar dan op? En hoe reageert die ander daarop? En hoe kunnen we dat verbeteren? Het is zo dat we niet snel naar medicatie grijpen. Dan moet het echt een heel groot probleem zijn. Eerst wil je kijken van hoe kan je de situatie verbeteren? Oké, dankjewel. Er is ook weer een live vraag binnengekomen. Wat is de levensverwachting na de diagnose van FTD? Ik weet niet. Zal ik hem proberen te beantwoorden? De levensverwachting varieert nogal. Soms gaat de dementie snel. Dat wil zeggen dat de partner net gewend is aan de situatie en aan het functioneren van de patiënt en dan zich al het volgende probleem zich aandient. We kennen ook patiënten waarbij het ziektebeeld heel lang stabiel is en waar wij ons dan afvragen, is het eigenlijk wel een frontotemporale, want de ziekte gaat zo langzaam. Maar over het algemeen is het wel een ziekte die in 5 tot 10 jaar toch wel tot een ernstige situatie lijkt. De semantische dementie is daarop een uitzondering. Dat is een ziekte die langzamer gaat en die vaak 10 tot 15 jaar duurt. En ik geef deze getallen maar om zo exact mogelijk te zijn en ook informatie te geven. Dankjewel. Er is ook een voorafgestelde vraag voor jou, John. Kun je vertellen of het nieuwe Alzheimer-medicijn aducanumab ook gebruikt gaat worden bij de behandeling van FTD-patiënten? En dan specifiek voor de mensen die de MAP-tau-mutatie hebben, zodra het in Europa toegelaten wordt. Ja. Nou, dit is een heldere vraag en daar kan ook een helder antwoord op worden gegeven. Want aducanumab vangt het amyloïd weg. En het amyloïd is één van de twee eiwitten bij de ziekte van Alzheimer. Maar wat is nu het geval bij de frontotemporale? Dat er helemaal niks met amyloïd aan de hand is. Het is alleen de tau. Terwijl bij de ziekte van Alzheimer is het amyloïd en tau, maar verricht het zich op het amyloïd. Dus de aducanumab zal het nooit gaan worden voor de frontotemporale dementie met tau-pathologie, omdat dat eiwit bij de FTD in dit geval totaal niet ontregeld is, om het maar zo te zeggen. Oké, dankjewel. Er zijn ook vooraf en nu ook live weer heel veel vragen gesteld over het meedoen aan het onderzoek. Harro, kun je je nu nog steeds aanmelden voor het onderzoek? Ja, met name voor de FTD-riskstudie, dus voor de erfelijke vorm. Daar kunnen nog steeds mensen aan deelnemen. Maar wat belangrijk is dat, want we krijgen vaker vragen daarover, is dat er wel bij in de familie een erfelijke vorm is aangetoond. Hè? Dus dat er echt DNA-onderzoek is gedaan. Maar dan zeker kunnen mensen nog steeds meedoen. En ook patiënten die kunnen met een niet-erfelijke dementie kunnen nog steeds meedoen aan onderzoek. Oké, dankjewel. Er is ook een vraag over erfelijkheid vooraf ingestuurd. Iemand in mijn familie heeft FTD, maar bij de kinderen is het niet vastgesteld. Moet ik me dan laten testen? Ja, dat is een vraag die we heel veel in de spreekkamer ook terugkomen. Kijk, het belangrijkste is voor de dus vaak een vraag vanuit de kinderen van ja, is er sprake van erfelijkheid? Ja, we beginnen eigenlijk bij de patiënt, dus vaak hun ouder. Daar testen wij als eerste, want als we daar aantonen, ja, dan zeggen we er is een erfelijke vorm. Maar als we het testen daar en er wordt niks gevonden, ja, dan is de kans op erge vorm heel, heel klein. Ja, dus we beginnen echt bij de patiënt en niet bij de kinderen om te testen. Oké. Iemand heeft ook vooraf een vraag ingestuurd over preventieve medicatie. Wat is in zo'n situatie de meest gunstige leeftijd om daarmee te beginnen?
Zou ik die doen? Ja, nee. Nou ja, we hebben eigenlijk op dit moment nog geen... er is geen preventieve medicatie. En wat ik net zei van de, over het onderzoek waar we... dat medicijnonderzoek, dat is dan ja, bij mensen dus die nog geen klachten hebben. Dus dan kan je het ook preventief noemen. Dan weten we nog niet. We denken dus, als de ziekte net begint, om dan te beginnen. Maar wat dan de leeftijd is, ja, dat kan heel erg verschillen. Dat kan 40 zijn, dat kan 70 zijn. Dus we weten, en dat is ook deel van ons onderzoek, om daarachter te komen. Wanneer begint nou het vroegste begin van de ziekte? En dan wil je, als er medicijn is, dan wil je starten. Oké, dankjewel. Dan gaan we even door naar wat live vragen. Eén vraag is een second opinion bij jullie of Amsterdam aan te raden als ik in een streekziekenhuis de diagnose nog niet kan krijgen, FTD? Als de diagnose nog niet gesteld kan worden, moet ik eigenlijk zeggen. Als er weer nog niet gesteld kan worden. Ja, de diagnose frontotemporale dementie is soms best lastig te stellen. En het is ook zo dat de diagnose frontotemporale dementie niet te vroeg gesteld moet worden. Als een patiënt gedragsveranderingen heeft, wil dat niet direct zeggen dat hij een frontotemporale dementie heeft. Dan zou hij te snel dat label krijgen en misschien was het een andere reden waarom hij die verandering in zijn gedrag had. Dus is het handig om een verwijzing? Ik denk dat het heel belangrijk is dat de diagnose met grote zekerheid wel dan wel niet wordt gesteld. En dus verwijzing zou ik altijd adviseren, omdat het zo'n zeldzaam ziektebeeld is en je ook gemakkelijk de fout in kan gaan. Oké, dankjewel. Eerder in een van de presentaties kwam ook al ALS en FTD gelijktijdig aan bod. Hier is een vraag, wat is precies de link tussen ALS en FTD? Mijn vader heeft FTD en mijn broer heeft ALS door gen C9 ORF 72. Ziet u dit vaker? Nou, helemaal goed uitgesproken. Dus, nee, inderdaad, C9 ORF 72, ja, makkelijker, leuker ook niet. Kunnen we het niet maken, het is een moeilijke term. Wat het is, er is inderdaad al langer bekend, inderdaad, FTD en ALS, dat een link is. En wat is die link? Nou, één is, we zien het dus in de familie. De ene patiënt, of ene familielid heeft FTD, ander heeft ALS en sommigen hebben allebei. En wat is de link? Nou, we weten dat het dezelfde eiwitten zien we in het brein, de verkeerde eiwitten. En we zien dus die erfelijke vorm, die C9-ORF. Als je daar dus een fout in hebt, kan je dus een van deze twee ziekten hebben. Dus of FTD of ALS of allebei. En daar zien wij ook een aantal, en daar hebben we een aantal families van. Oké. Er zijn ook wat vragen vooraf ingestuurd over leefstijl. Kun je nu iets doen qua leefstijl om het proces van FTD te vertragen? Janne. Dat is een goede vraag. Leefstijl is eigenlijk, er zijn risicofactoren die gelden eigenlijk voor elke vorm van dementie. En leefstijl is daar zo een van. En dan hebben we het over gezond eten, niet te veel drinken, niet te roken. Eigenlijk alles wat goed is voor je hart, is eigenlijk ook goed voor het brein. Dus leefstijl speelt zeker wel een rol. Maar het is niet zo dat je door leefstijl FTD gaat uitstellen. Vooral niet als er sprake is van een genetische mutatie. Maar het is wel belangrijk om zo gezond mogelijk te leven. En er is aangetoond dat er, wanneer je ook start met een leefstijlverandering, een positieve leefstijlverandering, dat altijd positief werkt. Maar het is niet zo dat je niet de dementie krijgt. Oké. En naast de leefstijl en het medicatiegebruik wordt er ook aandacht besteed aan de dagbesteding. Heb je daar goede tips voor? Voor hoe mensen daarmee aan de slag kunnen gaan als ze FTD hebben? Ja. Dagbesteding, dat is heel erg afhankelijk van wat mensen zelf leuk vinden. Je moet echt kijken naar waar houdt iemand van. Dus qua dagbesteding, je hebt echt dagbesteding. Dat je echt ergens heen gaat en dat je een soort dagprogramma hebt. Maar je hebt ook natuurlijk andere dagbesteding. Zoals bijvoorbeeld loopgroepen of groepen die met mensen gaan vogelen. Dus per regio zijn er altijd wel van dat soort groepen. En het is belangrijk om dat bijvoorbeeld met een case manager te bespreken. Van wat vindt iemand dat leuk en wat past echt bij iemand? Ik wil wel adviseren, ook als je kijkt naar dagbesteding en je gaat echt kijken naar dagbesteding gekoppeld aan zorgorganisaties, om dan te zoeken naar iets wat bij iemand past. Dus bijvoorbeeld dementie op jonge leeftijd, waarbij frontotemporale dementie vaak sprake van is, dat je echt gaat zoeken naar aangepaste dagbesteding voor mensen die jonger zijn.
Want anders dan past het gewoon echt niet en is het ook heel vervelend. En mensen die jonger zijn, die willen ook veel meer bewegen, veel meer naar buiten, dat soort dingen. Dus dat is belangrijk. Oké, helder. Dankjewel. Weer een live vraag. Harro, je vertelde al even over de infuusbehandeling. Kan er op elk moment gestart worden met infusen of is het alleen werkzaam als er heel vroeg in het ziekteproces wordt gestart? Ja, dat moet nog blijken. Het is wel waarschijnlijker dat hoe vroeg je erbij bent, hoe groter de kans is op het effect. Hè? Want als je als mensen heel erg dement zijn, dus bijvoorbeeld in de verpleeghuis zitten, ja, dan gaan we ook niet meer starten met het medicijn. Maar de logica is inderdaad van hoe eerder je erbij bent, hoe effectiever het zal zijn. Want hoe later je bent, hoe meer hersenschade er al is. Dus het is al een cascade in gang gezet. En dan weet je niet of je die dan nog kan stoppen. Dus daarom willen we inderdaad zo, als elk medicijn, dan willen we er zo vroeg mogelijk bij zijn. Oké, helder. De volgende vraag. Is of komt er een kennisbank voor zorgprofessionals waarvoor zorgverleners makkelijk informatie te vinden is om patiënt en mantelzorgers goed te kunnen ondersteunen? Ik denk een vraag voor jou, Janne. Voor mij? Of niet? Of Harro? Ja, of er een kennisbank is voor zorgprofessionals. Nou, het is zo, als je kijkt naar dat onderzoek wat ik net presenteerde als eerste. Dus dat onderzoek Diagnose en Dan, daar hebben wij ook interviews gedaan met zorgprofessionals. Nou, sterkst nog focusgroepen. Dus we hebben 4 focusgroepen gehouden met 40 zorgprofessionals. En dan hebben we gekeken van, nou, deze diagnose, FTD en PPA, weten jullie daar genoeg van? Hebben jullie daar nog meer informatie over nodig? Nou, dat was heel duidelijk. Iedereen had wilde informatie, extra informatie hebben. Hadden heel weinig tools in handen. Dus wat dat betreft is de noodzaak er absoluut. En ik denk ook wel dat echt iets is waar we de komende jaren aan moeten gaan werken. Dus dat zorgprofessionals echt meer van elkaar leren en weten waar ze informatie moeten vinden. Want er is nu nog niet een duidelijke plek waar goede informatie ook gevonden kan worden. Het is heel verdeeld, net als eigenlijk voor de patiënten zelf. Dus die mensen zijn ook aan het googlen en ook van verschillende plekken dingen aan het weghalen. Dus goede vraag. Kijk, en die brochure voor huisartsen kan daar bijvoorbeeld bij helpen? Ja, klopt. Ja. Ja. Oké, super. Volgens mij had John iets verteld over progranuline. Deze instuurder die dacht dat het vooral te weinig werd aangemaakt. Maar nu is de vraag, het wordt dus eigenlijk wel aangemaakt, maar vervolgens afgebroken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Wat het geval is voor alle eiwitten in het lichaam, is dat het continu wordt aangemaakt en continu wordt afgebroken. En bij progranuline wordt er dus continu te weinig aangemaakt. En wat we nou, omdat we die productie niet kunnen verhogen, is het idee bij die Alector-studie waar Harold Szilard over had, om als dan die productie niet omhoog kan, kunnen we dan de afbraak vertragen, zodanig dat we daarmee een verhoging van dat progranuline krijgen. Maar elk eiwit in het lichaam wordt continu aangemaakt en weer afgebroken. Maar dus door die afbraak te vertragen, hopen we dat daar, of dat hebben we ook gezien, kun je die spiegel van dat eiwit verhogen. Oké, dankjewel. Er zijn in de presentatie ook aan bod gekomen verschillende vormen van FTD. En er zijn ook wat vragen vooraf ingestuurd over de semantische vorm. En ik denk weer een vraag voor jou, Janne. Heb je specifieke tips voor partners of volwassen kinderen als mensen de semantische vorm van FTD hebben? Ja, ik denk eigenlijk dat het nog meer een vraag voor Harro is. Oké, dan gaan we naar Harro. PPA bezighoudt. Ja. Nou, het is een hele moeilijke ziekte. Want bij een semantische dementie, dat zit dus in die linker slaapkap waar ook een MRI te zien was, dat is taalbegrip. Dus de patiënten begrijpen het niet. Hè? Die kunnen niet altijd alles, dus begrijpen wat je zegt. En er zit ook vaak een gedragsprobleem bij. Dus patiënten kunnen heel obsessief, compulsief zijn, dus heel dwangmatig. Dus ja, wat eigenlijk voor elke patiënt, Janne zei het net ook al, rust, reinheid en regelmaat, is voor iedereen goed, maar ook voor juist met patiënten, de structuur is en blijft heel belangrijk. En ook inderdaad het besef dat niet alles wordt begrepen. Hè, dus een term moet soms wat vereenvoudigd worden om op het goede begripsniveau te zitten. Ik weet niet of jij nog iets wil toevoegen, John? Of? Ja, dat als het obsessief waar jij het over had, als dat echt heel extreem is, dan kan zo extreem zijn dat je niet ontkomt aan medicatie
om dat enigszins te beïnvloeden. En dat is dan geen medicatie waar de patiënt suf van wordt, maar waarbij de scherpe kantjes er een beetje van afgaan. En dat obsessieve net iets minder wordt, zodanig dat het zowel voor de patiënt als voor de partner acceptabeler wordt. Oké. Nog een andere vooraf ingestuurde vraag gaat ook over de semantische vorm. En daar geeft de partner van een patiënt aan dat de patiënt vaak aangeeft dat er pijn aanwezig is boven het linkeroor. En dat het wel lijkt alsof die pijn ook vanuit de hersenen komt. En deze partner vraagt zich af, kan dat? Want er wordt ook wel gedacht dat de hersenen eigenlijk gevoelloos zijn. Hallo. Zover we weten, kijk, de hersenen zelf doen geen pijn. Maar wij kunnen niet in die zin alles verklaren. Dat, hè. Het is niet dat ze ook, mensen hebben ook aan de voorkwap kan verschrompelen. Of bij Alzheimer aan de achterkant. En dan zien we ook niet in die zin gelijk meer hoofdpijn. Dus dat kan ik niet in die zin gelijk goed verklaren. Maar dat weet ik niet. Duidelijk. Ik kan het nog aanvullen. In de oudere literatuur is wel eens beschreven dat mensen of juist helemaal geen gevoel voor pijn meer hebben, maar anderen juist weer meer gevoel voor pijn hebben, terwijl er helemaal geen reden voor is. Dus er zit iets met die pijnsensaties die mogelijk anders kan zijn. Maar dat is het enige wat we erover kunnen zeggen. Ja, en de vraag is inderdaad waarom, want het is links en dat is precies ook waar de plek zit. Dus die relatie is lastig, waarom dat nou ook precies daar zit. Oké. Okay. We gaan nog naar één vooraf ingestuurde vraag, ook over de semantische vorm. Harro, je noemde net al even, dat heeft met taal te maken. Maar bij de normale ziekte van Alzheimer zijn er ook vaak taalproblemen. Kun je nu uitleggen wat het verschil is met die taalproblemen met de semantische vorm van FTD en Alzheimer? Ja, kijk, het is ook niet altijd dat maakt de diagnose ook vaak lastig. Hè? Want een semantische dementie, of FTD en de ziekte van Alzheimer kunnen heel erg op elkaar lijken. Een Alzheimer in het algemeen heeft meer geheugenproblemen. En iemand met FTD of een semantische dementie hebben vaak meer taalproblemen of meer gedragsproblemen. Maar daar zit een overlap tussen. Bij semantische dementie, het is echt het pure taalbegrip, dus echt die woordkennis. En dat is nog sterker bij een semantische dementie als vergelijk met iemand de ziekte van Alzheimer, waarbij dus ook meer het geheugen vaak een probleem speelt. En ook de MRI is anders. Semantische dementie zit net iets meer naar voren. Dus er zijn allerlei aanwijzingen en ook met het neuropsychologisch. Daarom doe je het onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, een MRI. We doen vaak ook een ruggenprik. Dus alles met elkaar, dan kan je inderdaad dat onderscheid maken. Is nou een semantische dementie of komt het nou door echt de ziekte van Alzheimer? Oké, dankjewel. We gaan nog twee live vragen proberen te beantwoorden. Niet alles is tot nu toe helaas aan bod geweest, maar we moeten deze livestream zo meteen echt gaan afronden. De eerste live vraag, heeft iemand met neurologische schade ten gevolge van FTD ook meer risico op andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld een CVA? Nog even goed om toe te lichten wat een CVA is. Ja. Heeft een patiënt met een frontotemporale dementie meer kans op een beroerte? Het eenvoudige antwoord is nee. Er is geen relatie tussen frontotemporale dementie en beroertes of anderszins. Nee. Oké, dat is fijn om te horen. En dan de laatste live vraag. Aan welke termijn moet je denken voordat, mocht fase 3 van de studie goed gaan, er een nieuw medicijn beschikbaar zou zijn? Ja, die is voor mij. Hè. Het is nu eigenlijk in Amerika net begonnen. En vaak moet je daar al gauw op een jaar of 5, 6 rekenen voordat echt alle resultaten bekend zijn. En dan moet je ook weer toestemming krijgen inderdaad van de autoriteiten in Amerika, maar ook in Europa, om het echt op de markt te brengen. Dus dat is een voorzichtige schatting. Oké, dankjewel. We gaan het voor vanavond helaas hierbij moeten laten. Zoals ook al eerder verteld, voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Erasmus MC Foundation en het Alzheimer Centrum. Ik wil de drie sprekers van vanavond heel erg hartelijk bedanken voor hun presentaties en hun beantwoording op de vragen. En ook u als kijker ontzettend bedankt voor het kijken, voor het insturen van uw vragen. Morgen ontvangt u een e-mail met volgens mij ook de terugkijklink van deze webinar. En ik wens u voor nu nog een hele fijne avond. Dank u wel.